Dames en heren, ja, de naam van mij is bekend. Ik ben verder, het wordt gevraagd, ik ben meer dan 40 jaar getrouwd. Wellicht is het goed te zeggen met een vrouw. We hebben twee kinderen. Ik kan u zeggen dat is van dezelfde vrouw. Wij hadden een bedrijfsopvolger, maar die heeft kenbaar gemaakt toen die een aantal jaren in de maatschap zat om te willen emigreren naar Amerika. Daar zit hij op dit moment. En ik moet u zeggen dat mijn vrouw en ik dat in eerste instantie, nu vooral om familiaire redenen, nogal hebben geprobeerd tegen te houden. Ja, uiteindelijk moet je je kinderen dan toch de ruimte geven en dat hebben we nog gedaan. Hij zit dus nu in Michigan en heeft daar een melkveebedrijf. Toen ik, dames en heren, enige tijd geleden benaderd werd vandaag hier een inleiding te houden, toen heb ik daarop ja gezegd. Te meer, moet ik u zeggen, omdat ik dan ook nog de mogelijkheid heb om ook nog iets te zeggen over coöperatie. Daar gaat het wel niet over, maar ook nog iets te zeggen over productschappen. Ja, ik heb het gevoel dat dat in dit gezelschap ook nog geen kwaad kan als je dat doet. Ik ben alweer enkele jaren weg uit het zuivelcircuit. Ik lees nog wel altijd vakbladen. En ik heb nogal wat bestuurlijke contacten in de politiek en ook met andere organisaties. En dat geeft mij de mogelijkheid om ook op het gebied van de zuivel op de hoogte te blijven en daar mijn mening over te geven. En dat laat ik niet na, moet ik u zeggen. Het heeft mij bijzonder verwonderd dat toen, enkele jaren terug, vanuit Den Haag en ook vanuit Brussel, berichten over de beëindiging van de melkquotering steeds duidelijker te horen waren, dat vanuit landbouw en ook zuivelorganisaties daar eigenlijk maar nauwelijks op gereageerd werd. En als er al reactie kwam, dan was dat vrijwel meteen instemmend. Deze organisaties hadden, naar mijn overtuiging, veel diepgaander de veehouderijbelangen moeten overzien en ook moeten aankaarten. U doet dat vandaag wel. Ik denk dat dat op zich heel goed is. Ik denk wel dat ik moet constateren dat het wel erg aan de late kant is. De laatste maanden hoor je zowel in Den Haag als Brussel heel duidelijk dat men tot de afschaffing wil overgaan. De definitieve beslissing die moet nog wel vallen. Ik denk wel, als je die visie ook van een aantal organisaties wilt wijzigen, ja, dan zul je met hele goede en overtuigende argumenten moeten komen. Er is nogal verdeeldheid over wel of niet afschaffen. En ja, ik denk dat vanwege die verdeeldheid het van belang is dat je toch probeert ook vanuit de veehouderij tot één mening te komen. En alleen overtuigende argumenten zullen naar mijn idee dat tij nog kunnen keren. Ik heb ook de laatste tijd her en der nog wel eens laten horen achter continuering van de melkquotering te staan. Ik denk ook dat dat reden is dat u mij uitgenodigd hebt. Ik zal vandaag ook mijn argumenten geven waarom ik behoud van de quotering verreweg het beste vindt. Je ontkomt er niet aan dat je dan misschien af en toe in herhaling valt. Maar misschien is het toch ook wel goed dat ik vanuit mijn optiek het nog maar eens herhaal. Dan weet u ook hoe ik erover denk. De melkquotering heeft de veehouder vele jaren stabiele prijzen gebracht. Ook de bedrijfsontwikkeling is behoorlijk door kunnen gaan. Zowel overheid als veehouders hebben dat ook onderkend en hebben de voordelen ervan gezien. Niet alleen Europees.
Europese melkveehouders hebben er voordeel van gehad. De zuivelindustrie en daarmee ook de melkveehouders in de hele wereld hebben duidelijk profijt gehad van de Europese melkquotaregeling. Hun groei in de melkproductie kon afzet vinden dankzij de verminderde productie in de Europese Unie. Ik was eens in Nieuw-Zeeland en een heel aantal jaren terug en ja, wij kregen daar nogal op onze kop van de Nieuw-Zeelandse collega's dat wij op die exportmarkt nogal een dominante positie hebben. Dat heeft de Europese Unie ook. Nou, ik heb hun heel duidelijk gezegd dat als Europa niet aan quotering gedaan had, dan had ik wel eens willen zien waar Nieuw-Zeeland met die melk gebleven had. Die hebben in de loop van nou, 10, 15, 20 jaar meer dan hun melkproductie verdubbeld. De Europese Unie kondigde al langer en eind jaren 90 steeds nadrukkelijker aan de financiële ondersteuning van de zuivel te willen gaan verminderen. Men zegt nu zelfs dat ze er helemaal vanaf willen. Het zuivelbeleid zou volledig liberaal moeten worden. Als dat een feit wordt en de quotering zal er niet meer zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat die melkprijs afgeleid in de richting van de wereldmarktprijs. En die wereldmarkt, dat is een restmarkt. De Europese zuivelsector is de grootste exporteur nog steeds op die wereldmarkt. En binnen de Europese Unie is Nederland de grootste. Zonder die exportondersteuning is Nederland dan ook het meest kwetsbaar. En de veehouder is degene die het betaalt. Het is niet de industrie die betaalt. De veehouder zal het betalen. Om die inkomens, die dus dalende zijn, nog een beetje te ondersteunen, geeft de EU, de heer Koning heeft erop gewezen, die rechtstreekse inkomensondersteuning. Echter, ik las recent dat mevrouw Fischer, de landbouwcommissaris, onlangs alweer heeft aangegeven deze compensaties te willen gaan afkopen. En de heer Herman Verstijlen, directeur Markt en Steun in Brussel, heeft in een recente toespraak gezegd dat men moet blijven vechten om die compensatie overeind te houden. Ik moet u zeggen, dames en heren, dat ik bij dit alles helemaal geen goed gevoel heb. Op een recent in Duitsland gehouden zuivelsymposium, ik was daar aanwezig, heeft de heer Rasmussen, hoofd van de afdeling zuivel van de Europese Commissie, gezegd: er is geen enkel argument meer om de melkquotering te handhaven. De melkprijs die kan dalen naar 22 cent, nog niet eens 26, 22 cent. En dat zei hij daar letterlijk. Wat mij daarbij opviel, dat daar toch verschillende veehouders in de zaal zaten en daar verder helemaal niet op reageerde. Ik denk, bij dit soort prijzen, dan is melkveehouderij op de schaal, zoals we dat hier, en niet alleen in Nederland, maar ook in België, West-Duitsland, ik denk zelfs in Denemarken, doen en gewend zijn dat op die schaal het hier niet meer rendabel is. Ik wil ook, voorzitter, enkele woorden wijden aan de hoge quotaprijzen, zoals we ze vooral in Nederland gekend hebben en nog wel kennen. Daarmee geven we de beleidsmakers, zowel in Den Haag als Brussel, een goede reden om de quotering te behouden. Of te beëindigen, ik zeg het verkeerd. Echter, ik stel wel vast dat de melkveehouders dat zelf doen, want die bepalen zelf de hoogte van die prijs. En je kunt de overheid niet kwalijk nemen dat die prijzen zo hoog zijn. Ik weet dat er enkele wetenschappers zijn in Nederland die de minister rechtstreeks adviseren en die noemen die hoge quotaprijzen als een argument om de quotering maar te beëindigen. Een belangrijke vraag, die is net ook al even genoemd, is: wat zou de melkproductie gaan doen als de quotering beëindigd wordt? Mijn inschatting is dat er nogal wat meer melk zal komen.
Denkt u zich eens in wat er kan gebeuren in een Europese Unie met 25 landen, met daarin meer dan 1 miljoen melkveehouders, zonder melkquotering. Als ik redeneer vanuit mijn denken als melkveehouder, en ik ben melkveehouder geweest voor en tijdens de quotering, wat zou er gebeuren zonder quotering? Ik zou het heel snel weten, meer melk. En die melk, die komt weer op diezelfde merk terecht, waardoor die prijs nog verder zakt. Ik denk wel dat hierbij realisme getoond moet worden door te zeggen dat de mestproductie en de ammoniakproductie nog wel een beperkende factor kan zijn. Een stelsel zoals sommigen in de zuivelindustrie dat overwegen om na quotumbeëindiging een soort fabrieksquotering in te stellen, is naar mijn idee onmogelijk. Alle Europese zuivelindustrieën moeten dan meedoen. Anders werkt het niet in die open markt. En ik kan u zeggen, dames en heren, dat lukt op private basis niet. Bij bedrijfsovername zag je, ook in Nederland, maar ook in bepaalde landen om ons heen, de afgelopen tijd nogal wat stoppers. Ik denk dat ik hoge quota opbrengsten dat wel bevorderd heeft. Echter, bij beëindiging van de quotering is die hoge quotumprijs meteen verleden tijd. Ik denk dat dat wel invloed kan hebben op het aantal stoppers. En dan krijg je wat net ook al gezegd wordt, dat boeren bij lagere prijzen ja, bijna geen alternatief hebben en toch doorgaan. In een afscheidsinterview als minister heeft Kees Veerman aangegeven dat de consumptie van voedingsmiddelen in de wereld fors zal toenemen. En dat de prijzen dan zullen stijgen. Echter, ik moet u wel zeggen, garanties geeft hij niet. Kijk je naar de macht van de retail, van de supermarkten, niet alleen in Nederland, maar zelfs internationaal, dan vraag ik me echt af of die prijsstijging wel realistisch is. En ik denk ook vanwege het meerdere wat geproduceerd wordt en afgezet zal moeten worden op die wereldmarkt, dat dat realisme gewoon niet aanwezig is. Echter net zo min als dat meneer Veerman met zekerheid dat kan zeggen, kan ik het tegendeel beweren. Ik ken de toekomst ook niet. Zekerheden, dames en heren, bestaan niet in deze. Ik las een deze dagen nog een artikel in de boerderij, dat een veehouder zegt, ik ga uitbreiden en die melkprijs die blijft 35 cent per kilogram eurocent. Ja, als je dan dat ziet, dan denk ik dat het dus goed is om even in alle realiteit op een rij te zetten hoe die te verwachte melkprijs zou kunnen zijn. Als je naar de Nederlandse melkplas kijkt, dan gaat ruim 10% in consumptiemelk. Ruim 50% gaat in kaas, de rest gaat in boter, in condens en in vol poeder. Bij de productie van consumptiemelk blijft er, dat zal u bekend zijn, ook nogal wat vet over, boter. Bij de productie van kaas, dan heb je bij de kaasmelk 90% van de plas is kaaswei, 10% is kaas. Ook die restproducten en bij boter heb je magere melk over, dan is caseïneproductie een belangrijk product, ook in Nederland belangrijk. Dat zijn ook producten die ook nog tot waarde gebracht worden en ook in de toekomst tot waarde gebracht zullen moeten worden. En de zuivelindustrie doet dat tot nu toe. Belangrijke delen hiervan gaan nu naar de wereldmarkt. En bij een stijging, en dat zal blijven, die afzet naar de wereldmarkt, maar bij een stijging van de melkproductie is ook duidelijk dat dat weer op de wereldmarkt terechtkomt. En daarin is Nederland, ik zei het al, de grootste, met alle mogelijke gevolgen van dien. Op dit moment is die wereldmarkt heel goed. Die prijzen zijn
ook de laatste weken, maanden, sterk gestegen. Men moet een beetje oppassen dat we om die reden zand in de ogen gestrooid krijgen. Want dan lijkt het alsof dat het zich allemaal wel positief ontwikkelt. Ik denk overigens dat die wereldmarkt zich goed ontwikkeld heeft, mede door de extreme droogte in Australië. En dat heeft op die hele wereldafzet toch invloed. En ja, men moet ontzettend oppassen om daar je aan te verkijken. Als die wereldmarkt qua prijzen laag is, en dat gaat ongetwijfeld weer gebeuren, dan zal iedere zuivelfabrikant trachten het op de interne EU-markt af te gaan zetten. En dat is de reden waarom die opbrengsten echt afglijden in de richting van de wereldmarkt. Ik deel dus heel duidelijk niet het optimisme, zoals sommigen dat tot uitdrukking brengen, over die prijsvorming. Bovendien, ik moet u eerlijk zeggen, die wereldmarkt, dat is ook geen faire markt. Was het maar een faire markt, dan zou nog misschien te overwegen zijn dat aan te gaan. Maar u weet met z'n allen hoe dat gaat. Dat was in het verleden zo, dat is vandaag niet anders. Er zijn talloze landen in de wereld die zijn ongeveer zelfvoorzienend. Die zullen eerst hun eigen productie, al is er maar een politieke reden voor, beschermen. Kort geleden sprak ik nog enkele mensen, ook uit Brussel, die daar hoge posities hebben. En als je daar dan echt de discussie mee aangaat over de punten die ik noemde, dan hoor ik tussen de regels door dat het Europese Unie-beleid er toch ook op gericht is om de productie in de Europese Unie te laten plaatsvinden in de toekomst in gebieden waar dat het goedkoopste kan. Desgevraagd geeft men dat ook toe. Niet meteen zal die productie hier weg zijn, maar op termijn komt er een duidelijke vermeerdering op plekken waar het goedkoopste kan en minder, en ja, onder die duurdere gebieden. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om te veronderstellen dat Nederland, maar ook West-Duitsland, ook België, horen daar ook bij. Melkproductie zal er altijd blijven, maar het wordt dan wel in een hele andere melkveehouderij. De structuur zal drastisch wijzigen. Veel minder en zeer grote, denk ik, bedrijven zullen er overblijven. Wellicht wordt de melkveehouder manager met meerdere arbeidskrachten. Volgens mij is de Nederlandse samenleving en de consument hier niet van gediend. In de industrie zie je verplaatsing van producten, van industriële producten, naar verre en goedkope landen. Agrarische productie is totaal niet vergelijkbaar met industriële productie. Daarom mag men niet laten gebeuren dat de melkveehouderij wat in de industrie op dit moment zich wel voltrekt. Ook met het oog op voedselveiligheid, ik zei het al een beetje consumentenwensen, is het in belang de productie hier te behouden. Ook landschap en natuur, met het goede imago wat de melkveehouderij nog heeft, dat moeten we trachten in stand te houden. Ik ben van mening dat een gestage bedrijfsontwikkeling en een redelijk inkomen voor de veehouder de beste waarborgen zijn voor zowel duurzaamheid als dierenwelzijn. Hierover moeten de politiek en de natuur- en milieuorganisaties benaderd worden. Zij zullen hier zeker oog voor hebben. De zuivelindustrie, het werd net ook al gezegd, maar ik wil het zelf ook nog eens over hebben, zo kun je lezen, wil evenals vroeger mee blijven doen in de groei van de zuivelafzet op de wereldmarkt. Echter de tijd dat via exportsubsidies het verschil met de wereldmarktprijs door de overheid overbrugd werd, is al sterk tanende en verdwijnt zelfs. Ik vind wel dat zuivelbedrijven, waaronder ook coöperaties, met melk van elders en in fabrieken elders, in goedkope en extensieve gebieden geld kunnen verdienen. Dan kan het voor veehouders voordelig zijn. Dan moet dat geld natuurlijk wel ook bij die veehouder terechtkomen.
Friesland is een voorbeeld ervan, die doen dat, denk ik, goed. Af en toe kun je nog wel de vraag stellen of dat geld nou echt bij de veehouder terechtkomt of bij de aandeelhouder. Ik denk dat ik daar zo mijn gedachten en, nou ja, mijn principiële opvatting heb. Melk produceren hier tegen wereldmelkprijzen voor de veehouder hier, dat kan niet rendabel zijn. Besturen en ook directies van coöperatie dienen zich dan werkelijk af te vragen wat in het belang van de veehouder is. Een particulier bedrijf, daar is niks mis mee, die gaat voor de winst. Een coöperatie moet gaan voor de materiële belangen van de veehouder, van de leden. De veehouders. Sommigen beweren, ook nog, dat is ook nog een argument wat ik wil noemen, dat onze kaas voldoende kwaliteit heeft om op de wereldmarkt meerwaarde op te leveren. Ongeveer 10 jaar geleden bezocht ik in Nieuw-Zeeland een hypermoderne, veel groter dan wij ze kennen, in aanbouw zijnde zeer grote Gouda kaasfabriek. Ik kan u zeggen dat toen al Nieuw-Zeelandse ingenieurs bezig waren daar de Nieuw-Zeelanders te leren hoe ze hoogkwalitatieve Gouda kaas moesten maken. De expertise hier behouden, dat is naar mijn idee een illusie. Kijk je in de voedingsmiddelenindustrie naar de consumentenprijzen van bijvoorbeeld frisdrank, bier en water, ik kan er nog meer noemen, dan zie je daar veel hogere prijzen als bij melk. De producenten hiervan produceren ongeveer de hoeveelheden die de markt kan opnemen. Natuurlijk is er concurrentie, maar ze weten donders goed dat als ze doorproduceren, dat dan de prijzen in elkaar zullen storten. En dat doen ze niet. In een Europese Unie met 1,1 miljoen veehouders kun je bedenken wat er zal gebeuren zonder quotering. En de melkprijzen zullen navenant zijn. Ik heb een heleboel argumenten genoemd die duidelijk maken dat beëindiging van de melkquotering desastreuze gevolgen kan hebben. En ik denk ook zal hebben. Niemand, ook ik niet, weet 100% zeker hoe dat het allemaal uit zal pakken. Maar om slaafs achter de Brusselse, de Haagse, politici en organisaties die de beleids- en besluitvormers zijn aan te lopen, dat is niet in het belang van melkveehouders. Eén moment. In dit verband wil ik opmerken dat er onder uw leden nogal wat mensen zijn die niet zo erg coöperatie-minded zijn. Ik heb niks tegen particulieren overigens, dat kan ik u verzekeren. Maar, en ook niet als het gaat over productschappen, ja, dan staat men daar sceptisch tegenover. Ik wil u wel zeggen hier dat ik een hartgrondig voorstander ben van beide. Ik denk dat het voor de veehouder echt van belang is dat er coöperaties zijn die bij het tot waarde brengen van hun producten hun rol blijven vervullen. Ik vind wel dat die geleid moeten worden door mensen die de materiële belangen van de leden voorop stellen. Voor productschappen geldt naar mijn idee hetzelfde. Ik moet er niet aan denken dat de uitvoering van agrarische regels door de overheid alleen gedaan wordt. Met een productschap aangestuurd door mensen die met draagvlak vanuit de sector, en dat geldt ook voor coöperaties, op een praktische manier de zaak mede uitvoeren, is men veel beter af. Ik kan u talloze voorbeelden noemen waar het zeer bureaucratisch en slecht afliep, waar de overheid de uitvoering alleen deed. In de discussie straks zal het uiteraard gaan over quotering, echter wanneer er vragen zijn over coöperatie of productschappen, wat mij betreft geen probleem. Mijn conclusie is dat behoud van de quotering veehouder verreweg het beste is. Daar hoort wel bij dat het prijspeil hier hoger is dan de wereldmarktprijs. Ik denk dat dan heffingen bij import
noodzakelijk blijven. Export naar de wereldmarkt, vanwege de hoge productie, moet ook mogelijk blijven. In het recente regeerakkoord staat dat het Europees landbouwbudget, en dat is anders dan wat meneer Zalm gezegd heeft, intact moet blijven. Wellicht zijn daar ook nog mogelijkheden voor bepaalde vormen van exportondersteuning. Als Canada binnen de WTO de melkquotering mag behouden, dan vind ik dat de EU dat ook moet kunnen binnen de WTO. De Verenigde Staten van Amerika, India en ik denk ook Canada zullen hun landbouw nooit overleveren aan de vrije markt. Ook noodzakelijk is dat level playing field worldwide, en ik neem aan dat u begrijpt wat ik bedoel, wordt toegepast. Het kan toch niet zo zijn dat hier aan melkproductie eisen gesteld worden en dat melk van elders, die niet aan die eisen voldoet, zomaar vrij kan binnenkomen. Toen ik dit nog niet zo lang geleden een keer tegen meneer Veerman persoonlijk zei, toen zei hij, binnen de WTO kun je dat vergeten. Ik vind dat, ondanks die uitspraak van de heer Veerman, dit moet worden vastgehouden. Ik realiseer me dat ik nogal wat bedreigingen genoemd heb. Ik wil ook wijzen u op wat u eraan zou kunnen doen. Ik denk, eerlijk gezegd, dat de invloed van LTO en ZO en in Duitsland Bauernverband, in België Boerenbond, dat die groter is bij de overheid dan de invloed van NMV en de Europese Bond. Dat is gewoon de realiteit. Dus ik denk dat uw bestuur echt naar die organisaties toe moet gaan en met een open mind de argumentatie, ook door anderen vandaag al genoemd, moet bepleiten. Dat is de enige mogelijkheid om de overheid uiteindelijk tot andere gedachten te brengen. Ik weet dat in België, in Duitsland, ja, min of meer er al van uitgegaan wordt door die organisaties. We beëindigen het, maar ik vind vooral die prijszetting en de export, dat zijn toch argumenten die volgens mij ook hun moeten kunnen overtuigen. In dat verband wil ik ook nog wel zeggen dat veehouders zelf veel actiever, ook binnen coöperaties, ook binnen landbouworganisaties, zich moeten laten horen. Dat gebeurt te weinig. Ik denk dat besturen die daar geen willig oor voor hebben, ja, ik zou bijna zeggen, dan moet je de anderen neerzetten. Voordat ik ga afsluiten met enkele korte conclusies, wil ik over de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, ook nog iets zeggen. Door de toenemende macht van de supermarkt is ook de zuivelindustrie tot krachtenbundeling gedwongen. Echter, als men dit wil, dan heeft de NMA al heel snel bezwaren. Ik vind het onbegrijpelijk dat de retail, de supermarkten, internationaal zelfs, samen met andere tot grote inkoopcombinaties mag overgaan en daarmee hele grote contracten kan afsluiten en prijsverminderingen afdwingt. Ik heb dat kunnen coöperaties dus niet, dat vind ik een groot manco. Als ik dat tegen politici zeg, in Den Haag, maar ook in Brussel, dan geven ze je allemaal gelijk. Maar als het erop aankomt, gaat niemand naar meneer Kalfvlaas of stelt het in de Tweede Kamer aan de orde om daar echt wat aan te doen. Ik zou zeggen, dat moet veel meer gebeuren. Het kan toch niet zo zijn dat producenten overgeleverd worden aan de macht van de retail. Ik ga afsluiten, dames en heren. Ik heb, ja, dat heb je aan het eind, zeg je, ik wil nog heel kort die conclusies een keer bevestigen. En ik heb een aantal conclusies en die wil ik kort en duidelijk neerzetten. Agrarische productie kan niet vergeleken worden met industriële producten. Denk aan bier, cola, water. Die produceren zoveel als de markt opneemt. Met 1,1 miljoen melkveehouders in Europa, nou, dan kun je nagaan wat er met die productie gebeurt. Bij te lage melkprijzen heeft de veehouder slechts één melk, één middel, en dat is meer melk. En meer melk geeft weer lagere prijzen. Behoud van de melkquotering is het belang van natuur, milieu en dierenwelzijn.
Als de zuivelindustrie wil groeien op de wereldmarkt, moet men zich nadrukkelijk afvragen, en veel nadrukkelijker als nu, of dat in het belang van de melkveehouder hier is. Ja, de besturen van LTO, NZO, NMV zullen zich moeten vinden. Alleen eensgezind optreden richting de overheid geeft u de kans verandering in waar men naar streeft af te dwingen. De Europese Unie heeft de afgelopen jaren de exportsubsidies, ook wel genoemd exportrestituties, vrijwel afgebouwd. Volledige afbouw houdt in, naar mijn idee, dat die melkprijzen hier afgeleiden naar het wereldmarktprijs zijn. Zelfs bij quotering, behoud van de quotering, zal enige vorm van exportondersteuning noodzakelijk zijn. Tegen de beleidsmakers zeg ik niet, drie keer tegen de beleidsmakers, laat de melkquotering bestaan. Het instrumentarium wat er nu is, dat zou weg zijn en ik denk dat je het nooit meer terugkrijgt. Ik dank u voor de aandacht.